Het is ons eerlijk gezegd ontgaan. Gisteravond werden wij geattendeerd door een Haagse supporter. die de selfie van Cabral liet zien. Daar droeg hij een pet met een groot logo van Rotterdam. Toen zijn we de beelden gaan bekijken. En wat blijkt: hij stapte op 16 Hoven uit de bus met die pet op. En dat hebben wij ook hier op beeld. Dat zorgde voor wat commotie bij de Haagse fans. En wij hebben Aaron Den Haag dan ook om een reactie gevraagd. We hebben hem ernaar gevraagd en er blijkt een pet van een vriend van hem. Het was geen moment als provocatie bedoeld. Maurie Stijn had toevallig na die foto alle petten verboden. In clubkleding zien de spelers er weer allemaal hetzelfde uit. Al dus Adelnaag in een schriftelijke reactie. Wat ons wel opvalt hier in het Spaanse Estepona zijn de kapsels van de voetballers. Die zijn soms zeer extreem. We hebben onze eigen Nicolette op pad gestuurd om te kijken welke ADO-speler nou het mooiste kapsel heeft. Nou Jim, ik heb de winnaar bij me hoor. Daar staat hij, Tyrone. Ja, Gefeliciteerd, je bent nummer 1, met het, nou ja, het mooiste, meest heftige en aparte kapsel. Ja, dankjewel. Ben je er blij mee? Ja, zeker. Het is wel uh, iets leuks om te hebben. Ja. Maar ja, op dit moment is het ook wel... Uh, ja, ik heb wel weekdienst toch gekregen, maar ja... Wat heb je gekregen? <laughs> weekdienst. Wat is weekdienst? Ja, ballen opruimen. Vanwege je kapsel? Ja, vanwege mijn kapsel, ja. Maar ja. Want het mag niet? Nee, ja, ik weet niet wat het is, maar uh, het is in ieder geval mooi dat ik die prijs heb gekregen. <laughs> dus, ja. ja. Heeft dat... de trainer niet uitgelegd waarom het niet mag? Ja, het leek op een. Uh, want veel jongens hadden toen we hier aankwamen een pet op Snapback. En uh, ja, dat van mij leek er dus ook op. Ah. Dus okay. ja, daarom heb ik nu dienst gekregen. Maar uh, dat ik deze prijs heb ontvangen is wel weer dan mooi. Hoeveel werk uh, gaat erin ongeveer? Het uh, gaat snel hoor. Vijf, vijf minuutjes, denk ik. Vijf tot tien minuutjes. Netjes. Ja, kammetje en gel en dan is het goed. U hoort het, wilt u ook zo'n kapsel? Kammetje en gel, dat is het. Ja. Nou, wellicht aardig om dat een keer te proberen. Dan naar de dag van vandaag: een oefenwedstrijd tegen KV Oostende. En morgen de terugreis naar Nederland.